Het is het eind van het jaar. In de vroege ochtend is het veld stil, mistig en verlaten. Later op de dag komt het leven in de brouwerij met trekkers en meeuwen. Het is de laagste oogst van het hooi. De koeien hebben genoeg te eten in de stal en het moet worden ingepakt om te bewaren. Het is voor het eerst dat ik zie hoe als een gigantische reuzenspin de enorme balen worden ingepakt met tientallen lagen plastic. De techniek is geweldig. Maar de poëzie, dat, de geur van het hooi, dat we het voelen met onze handen, dat we weten hoe het eruit ziet, dat de wereld schoon blijft en zonder plastic, dat alles verliezen we als we zo doorgaan.